Oh, dan gaan we bellen, jongens. Waarom gaan we bellen? We staan naast elkaar onder je. Het is grappig, want jij zelf zegt hier nooit iets. Dus je bent altijd in de kalm, maar je zegt nooit wat. Ik ben in ieder geval blij dat we de eerste gym hebben verslagen. We kunnen hier in de komende route nog steeds geen coole Pokémon. Ik weet al waar je de volgende vuurpokémon kan vangen. Alles volgt, alles is, gaat nog steeds volgens plan, dus niks aan de hand. We hebben nog steeds 3 levens. Voor onze Tapic. We hebben de eerste gym badge. Het leven is geweldig. Nu wordt het tijd om zo snel mogelijk een addition aan ons team te brengen. Bianca zegt hey. Hey Bianca. Milan's Pokédex is ge-upgegrade. Dankjewel. Laat me met rust. Nee, ik wil je explanation niet again. Laat me met rust. Oké. Okay. Dan kunnen we hier naar rechts. Dan moeten we eerst tegen hem vechten, zeker. Ja. Hallo. Riolu. Een kritie. In deze game heb je ook Hidden Grotto's. Die zijn wel leuk. Alleen ik weet niet wanneer die komen in de game. Ik vertrouw deze Psyduck niet. Oh, I scratched. Dat is wel te doen. Oh, laat me nou eens lopen gewoon. Sharon en Kees, wat moeten ze... Oh ja, dubbel battles. Dat is wel grappig, ja. Heb je meerdere Pokémons? Petja Berries. Zijn coole boys. Wow, Flame Charge is een fucking goede aanval. Ik wil heel even weten... Oh. Ik wil eigenlijk heel even weten wat de nadeel dan is. Want anders is Flamethrower echt een fucking goede aanval. Een pida. Nee. Level 2 Pidolf ook. Wat moeten we daarmee, jongens? Wat? Nou, Flame Charge we wel, als we toch speed krijgen. Ah, Flame Charge is natuurlijk een physical aanval. Ik weet niet of ik een physical op Tapic heb eigenlijk. Milan, van welk eten mag ik jou btw nog meer absoluut geen Hawaii. Je mag nergens een Hawaii variant maken, want het Hawaii gedeelte van de variant is fucked up. Je mag gewoon geen Hawaii varianten meer maken. Je mag voor mij alle varianten maken die je wilt, maar geen Hawaii varianten. Wow, dat was veel XP. Evalueren we al? Nee. Even kijken wat voor Pokémon we hebben. Oh, hoge speed. Nice, nice. En attack is hoger dan special attack. Dan is Flame Charge, denk ik, beter. Flame Charge is in alle opzichten beter. Rahu Hawaii. Oh, die hebben alleen als je dubbel battle. Als je 2 Pokémon hebt. Hawaii Bitterball. Gadverdamme, jullie zijn echt gore jongens. Of meisjes. Oké, boys. Het is tijd om Growlithe te gaan vangen. Oh jee. Waar is mijn chat? Daar is mijn chat. Maar ik accepteer de frisheid. Een beetje zoet en het zuurtje. Gadver. Oh, het regent hier. Dat is zo kut voor mijn vuuraanval. Oh, ik had even moeten healen, zie ik.
Even denken. Een kaassoufflé Hawaii. Simon, dat wordt het. Een kaassoufflé Hawaii. Ja, het is ook nooit goed. Waarom vraag je dit dan? Omdat hij het dan gaat maken voor zijn YouTube-kanaal, Syntracks. Dat is het hele idee erachter. Alles met Hawaii is cursed. Dus je kan alles verzinnen. Het is toch niet te eten. Pasta carbonara Hawaii. Wat gore van die Alicate is dat het dus ook had kunnen... Het had gewoon kunnen zijn een MacBe als ik de andere versie speelde. Dus eigenlijk zijn we weer heel hard aan eigen. Dat moet wel kut zijn. Alles met Hawaii is kut. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Nee, maar Hawaii is echt kut. Dit is trouwens wel een goede trainingsplaats hoor. Zeker. Ja, maar het regent. Dat is wel echt kut. Kom op met de Pokémon die ik wil, jongens. Shawarma Ananas. Godverdamme, hoe durf je dat allemaal uit te spreken, jongens? Ik kan gewoon niet meer naar de chat kijken. Nee, Munty, waarom ga je? Nou, Munty. Hoe durf jij? Jij vuilen. Kom nou eens met die Growlithe of Growlithe. Dit is toch geen Growlithe, jongens? Dat jij met jezelf kan leven, Simon. Wauw, hoezo kom ik alleen maar Alicates tegen? Heel fijn trouwens wel dat ze best wel hoog level zijn. Dat scheelt wel echt heel veel. Echt, hè? Zeer huts. Hoezo kan ik niet weg? Wat is dit? What the fuck, hoeveel damage doet dat? 20% hè, voor alle Pokémon's. En ik ben de Pokémon die ik nodig heb, ben ik nog niet eens tegengekomen. Ja. Oh ja, wacht. Alles wat 25% is, ben ik wel tegengekomen. Maar alles wat 20% is, nog niet. Oh jawel, een Petret, die is nog klein. Hey, thanks voor de 5 bits. Hey, daar is hij, Growlithe. Yeah. Die Milan verplicht mij gewoon om 5 bits te gebruiken. Hey, hoezo verplicht ik jou dat? Verplicht helemaal niks. Dat is waar. Jouw bits brengen zeker geluk. Nogmaals, wel even voor de duidelijkheid. Mocht ik hem nou per ongeluk killen, dan is dat niet heel erg. Oh, want ik mag... gewoon heel vaak overdoen. Zodra ik hem heb, dan is het wel goed, zeg maar. Anders kon ik het niet versturen. Hè? Dat is heel raar. Maar ik heb een nieuwe Poki. En deze Pokémon gaat Simon heten. Wat Syntrax misschien nog niet weet, is dat als ik een Pokémon vang en je bent in de chat, dan wordt Pokémon naar jou vernoemd. Dus als je er nog bent, als ik weer een Pokémon mag vangen, dan wordt hij naar jou vernoemd. Oké, ik heb een tweede Pokémon. Heel nice. Dan heb je pech? Of is dat geen legitieme optie? Oh wacht, mijn Pokémon gaan wel echt dood zo. Dit is geen goed idee. Nee. Niet weggaan. Wil je echt geen Pokémon? Het hoeft niet hoor, maar ik zou het wel leuk vinden. Niet weggaan alsjeblieft. Ik dacht, dat vinden mensen leuk dat er een Pokémon naar ze vernoemd wordt. Maar nee, het is weer niet goed. Je noemt hem maar Paddy of zo, nee. Hey, ik heb 5 Binding of Isaac poppetjes gekregen van Simon. Nee, ik noem alleen Paddy als hij in de stream komt, maar ik geef wel een andere naam dan als jij geen Pokémon wil naar jou wordt vernoemd. Hey, ik heb 6 sneeuwpoppen gekregen van Syntrax.
Ik heb 27 duimpjes omhoog gekregen van Simon. Nice, nice. Dankjewel voor de bid allemaal. En 28 coole meneren van Syntrax. 28 honden van Simon. Zie, dankjewel. Dankjewel voor alle liefde, jongens. Een woobat. Zeg woe in de chat. Munty is level 17. Oh, wat een raar level om te evalueren. Oh, en ik had Growlithe ook nog helemaal niet toegevoegd. Simon, wat vind je er nou van dat we een Growlithe hebben die naar jou vernoemd is? Oké, okay. Yo, opeens alle kijkers gonzo. Gelukkig zijn Simon en Munty nog aanwezig om mijn gezelschap te brengen. Dit is de gym. Dan moeten we hier al in, denk ik, hè? Ik ga wel eerst even healen. Dat is al snel, hè, dat je bij de tweede gym bent. Oh, laten we trouwens zo meteen eerst eventjes die twee trainers... Yo, ga je me muten? Ga je me muten? Nog even deze dubbel battle en dan gaan we de tweede gym verslaan. Je hebt twee gras Pokémon's alsjeblieft. Ja, nice. Twee Swincairns van level 9. Munty en Simon. Blimcharge. En Ember. We krijgen ook al redelijk binnenkort een XP share, dus dat is op zich wel positief. Toch nog heel even healen. En dan zetten we denk ik Growlithe even vooraan voor in de gym zometeen. Niet bij de leader, of course, maar... Hey, wat voor item heeft hij? Een raspberry, oké. Ja, geef mij maar weer een fresh water, of niet? Krijgen we dit keer geen fresh water? Ja, nice. Die zijn wel nice, zeker in het begin om mee te healen. Moet tegen al die mangles vechten. A-E-M-O-N Pokémon! E-O-K-E-M-O-N Pokémon! Oké. Een Greemer. Everybody come Greemer. Maar ik heb in ieder geval een hoop XP kunnen binnenharken. Dat is sowieso fijn natuurlijk. Even kijken of we nog bij die andere gast nog wat XP kunnen binnenharken. Dan healen we daarna weer en dan gaan we de gym leader proberen te verslaan. Ik hoop dat dat lukt. Poison type Pokémon's heb ik niet heel veel tegen. Of in ieder geval niks super effectives. Vanipie, wacht. Daar is vuur misschien wel super effectief op. Ja, fucking nice. Oké, nice. Dit is op zich niet erg. Ik denk dat we hem kan verslaan. Dat is heel fijn. Is hij dood? Ja, heel nice. Level 15 Simontje. Nice. Nou, gaan we healen en dan gaan we proberen de gym leader te verslaan. Nou, laten we voor de zekerheid ze allebei weer even een Oranberry geven als we die nog hebben. Ja, hebben we nog GIF. Ik denk dat we op zich best gelukt hebben nu dat we vuur Pokémon's hebben, omdat haar Ace een bug Pokémon is. En mijn speed is nu wel pittig hoog. Oh, ze super potion. Dat is wel echt kut. Die Oranberry hield niet heel veel, moet ik heel erg zeggen. Gewoon hopen dat ik niet gekrit word of dat ik hem nu kill. Met zelf met een crit of een burn.
Niet crit alsjeblieft. Nee, oké. Okay. Dan kill ik hem nu met een tackle. En dan switchen we naar Growlithe. Even kijken of we met Growlithe de Whirlpede kunnen killen. We zijn wel lager level. 3 levels lager geloof ik. Ja. Alleen misschien dat we met Ember best wel veel schade kunnen doen. Omdat het... Oké. Okay. Dit kan best wel veel damage doen. Dit deed heel veel damage. Oké. Okay. Dit was een crit. Oké. Okay. Als goed overleef ik toch? Bal. Zij mist. Nee, zij mist niet. Alsjeblieft geen crit. Gun mij dit, dat dit geen crit is. Nice. En dan mijn Oranberry. Nice. Oké. Okay. Ging weer lekker hoor, dit potje weer. Hotzeflot. Weer een gym badge binnen. De toxic badge. Oké, nice. Fennoshock wel een goede aanval, maar ik denk niet dat een van onze Pokémon's die kan. Kijk, nou ik vind dat we echt goed op weg zijn met deze serie. Ik zal zo meteen even saven en dan wil ik u heel erg bedanken en voor het kijken van deze aflevering op YouTube en natuurlijk van het kijken van deze stream. Ik vond het weer leuk om te doen. Ik zie jullie heel graag bij de volgende stream waar we gewoon weer verder gaan met deze game. Het gaat hartstikke goed, dus laten we dat zo houden. Tot de volgende keer. Adios, amigos.